Vandaag wil ik jullie tonen hoe je een microlotus kan klaarleggen. Hiervoor gaan we de bekende microlotus Mangala Pothung gebruiken van Dr. Nokchai Chansepra. Wat heb je allemaal nodig? De lotus natuurlijk, een rijstkom of soepkommetje, gelijk welke het is, een mengkom, een lepel, water op kamertemperatuur en artisanale kwalitatieve vijveraard. Best van het merk Aqua natuurlijk. Hoe gaan we dit doen? We gaan de aarde in de mengkom doen. Daar doen we het water bij. En dan gaan we dit heel goed mengen. Aarde bij. Goed kneden. Zo. Dit is wat we doen. We doen de aarde. En de rest komt. Doe dit wat met de lepel natuurlijk. Mooi netjes. Zo. Dan nemen we onze tuber. We maken een mooie ruimte daarvoor. Een beetje meer. We leggen die daar voorzichtig in. Drukken hem heel klein beetje aan en dan drukken we de aarde toe. De afvakking, niet vergeten. Zo. En dan een klein beetje water erbovenop. En dit zetten we dan op een zonnige plaats aan het raam. Geniet ervan!